Ja, hallo allemaal, dit is Bjorn, oftewel Bliefjes, en welkom terug bij Train Life, a Railway Simulator, met een Bliefjes natuurlijk. Vandaag, dames en heren, gaan wij weer lekker verder, waar we de vorige keer geweest of waar we gebleven zijn. We zijn namelijk naar de meelfabriek gegaan om hier wat graan te laten produceren. En dit graan moeten wij eigenlijk meenemen naar de voedselverwerkingsfabriek in Den Haag. Daar moeten we alleen ook nog even het vee moeten we daar naartoe brengen. Maar dat kun je alleen vanuit een boerderij doen. En boerderijen die zijn onder andere hier te vinden in Keulen. Voor mij is dat wel eentje die een van de, ja, die het dichtstbij zit, om het zo te zeggen. We gaan dus hier het graan, wat we dus hier de vorige keer naar hebben toegenomen, gaan wij naar de voedselverwerkingsfabriek brengen in Den Haag. In ieder geval, dat is de bedoeling voor dit kleine ritje in ieder geval. Eens even kijken. Wij staan nu in Keulen Meelfabriek. En daar willen wij graag even wat dingetjes ophalen om te leveren. En dat is mail, niet e-mail. Dat kan maximaal 4 inderdaad. En dan automatisch aannemen. Hartstikke mooi. En dan kunnen we dat volgens mij al direct hier aankoppelen als we dat willen. Yes, hartstikke mooi. Nou, zoals je kunt zien, we zijn momenteel dus helemaal volgeladen met mail. Nogmaals, niet e-mail, maar gewoon mail. En dat gaan we dus brengen naar de voedselverwerkingsfabriek in Den Haag. We halen de noodrem er even vanaf. Klinkt heel gek als ik dat zeg, maar het is echt de noodrem die erop staat. En dan gaan we rijden naar Den Haag. Natuurlijk nog altijd even een bedankje dat ik dat ik in ieder geval zoveel mogelijk probeer te doen. Aan mijn tier 3 subscribers dat momenteel zijn Stefan Dieman, Rob Jansen, René Gubbels, de Dutch Retro Gamer en Nicola van Bemmel 2 Nederland. Bedankt voor jullie support deze maand en dat wordt natuurlijk zeer gewaardeerd. Anyway, zoals ik al zei, we gaan nu op weg naar Den Haag. Het is wel makkelijk als je... Het liefste kijk ik eigenlijk zo vooruit. Maar aan de andere kant is het best wel chill dat je ietsje lager kunt kijken. En dat je dan tegelijkertijd die tablet een klein beetje in de gaten kunt houden. Want dan weet je namelijk wat er... of je goed gaat, ja of nee. Aan de andere kant kun je natuurlijk ook vrij makkelijk zien... Volgens mij moet ik al eens een game wat harder zetten, dacht ik. Ja. Zet liever de game even wat harder. Zeker of ik dat dan wel of niet had gedaan. Anders zeg ik hem wel handmatig wat harder. Maakt je ook niet heel veel uit. Eventjes kijken. Wij moeten hier op het rechte spoor gaan rijden inderdaad. En dan gaan we even onze snelheid wat verhogen. Nou, die tablet die kan me even de botten wat dat betreft. Ja, het was op zich wel een beetje de... Oh, ik wou het zeggen. Dit oogt een beetje... Ja, het oogt een beetje vreemd als je uitzoomt. Het lijkt wel dat alsof het net niet helemaal rond is, maar een beetje vierkant, hè? Als je uitzoomt. Maakt op zich niet heel veel uit. Eens even kijken. Ik ben trouwens nog even benieuwd of wij nog toevallig... Eens even kijken, hebben we nog wat... Volgens mij wat mensen die wat kunnen... Ja, wat extra punten kunnen toekennen... zoals ik heb gezegd, spendeer in eerste instantie zoveel mogelijk in energie. Dat is namelijk om de werknemers wat langer door te kunnen laten gaan. Dus investeer zoveel mogelijk in energie. En vervolgens in maximale afstand. Zodat ze wat meer dingen kunnen doen. Je zou ook het aantal tussenstops kunnen verhogen. Maar dat is alleen makkelijk als je hun passagierdingen wil laten doen. Dus energie, maximale afstand. En dan zou je nog eventueel aan de limieten van de wagons kunnen werken eventueel. Want dat kost natuurlijk ook weer meer geld. Maar net hoe je het wil. Je kunt maximale afstand doen. Je kunt ook wagonlimiet doen. Daardoor kun je in ieder geval ietsje meer. Maar in eerste instantie moet je zoveel mogelijk in de energie van de werknemers investeren. En dat is wat ik dus nu maximaal, wat ik nu ook aan het doen ben. Dus elke werknemer die krijgt weer ietsje meer energie erbij. Oh, we moeten niet te hard gaan rijden. Doe wel een klein beetje, maar wel binnen de marge in ieder geval. Van het te hard rijden. Dan gaan we weer naar links.
En dan gaan we weer lekker de grens over naar het vertrouwde land. We gaan weer naar Nederland. Nou, zoals je een beetje op de kaart kan zien, tenminste op de ronde kaart, laat ik het zo zeggen, gaan we nu momenteel naar Dortmund Magazijn, of langs Dortmund Magazijn, moet ik zeggen. Wel jammer dat de snelheid hier 80 km per uur is. Ik had toch wel hier willen zien dat het ja, ietsje, pietje meer was geweest, maar goed, je kunt niet alles hebben. Je hebt geen toegang meer tot de Keulen Meelfabriek. Ah, wat jammer. Ik had al zo graag toegang willen hebben, maar goed. We hebben in ieder geval wel mooie 10 wagons aan meel met ons mee. Wat ik hierna zou willen doen is eigenlijk... eventjes kijken. Wat ik hierna graag zou willen doen is... even nadenken. Ik denk toch wel... vee ophalen bij een boerderij. Omdat namelijk Den Haag, die voedselverwerking, heeft ook namelijk vee nodig. En, oh. Even de dodeman indrukken die 1 keer in de 5 minuten voor me ergens afgaat. Even de wisselveer goed zetten. Had ook nog om gevraagd in onze viertje of het misschien mogelijk is dat, dat de wissels automatisch worden gezet in het spel. Alleen wouden de developers volgens mij daar niks... Oh, we hebben weer een machinist die een punt heeft toegekregen. Eens even kijken hoeveel geld ze heeft binnengekregen. 23.000 euro. Op zich niet gek. Ik ga wel snel eventjes aan haar toekennen in ieder geval. Eens eventjes kijken. Werknemerlijst. Oh, hadden we haar... Ik weet niet of haar natuurlijk al het punt hadden gegeven. Maar goed, energie natuurlijk. Nogal zoals hier staat, deze extra verandert zowel de maximale energie van de werknemer als de snelheid waarmee die weer energie krijgt door uit te rusten. Dus daardoor kunnen ze weer sneller aan het werk voordat ze weer met een volgende dienst beginnen, maar zo te zeggen. Even kijken, komen ze meteen door een station heen? Nee, volgens mij niet. Omdat hij zegt volgende snelheidslimiet is 60 km per uur, maar... Dat lijkt mij zo stug op dit stuk. Zie je, snelheidslimiet gaat naar 120 heen. Zometeen. In ieder geval bij de volgende snelheidswijziging gaat het naar 120 heen in ieder geval. Op zich ook wel lekker, zoals je kunt zien naar de tijd die rechtsbovenin staat, is het net ochtend. Dus we rijden een lekker ochtenddienstje. Natuurlijk is de tijd ongeveer net zoals wat je in Euro Truck Simulator ziet. Spoelt natuurlijk een beetje vooruit. Dus wat is het? Ik denk dat een minuut ongeveer 2 of 3 seconden is. 1, 2, 3. Ja. Ongeveer 3 seconden is een... elke 3 seconden gaat er een minuut voorbij in dit spel. Zo zou je het mogen zeggen, heel bijzonder. Elke 3 seconden verstrekt een minuut in dit spel. Nou, volgens mij mogen we onze tractie nu gaan verhogen. Dat is fijn. Dat is nog wel vrij voorzichtig, want je kunt niet in één keer volledig tractie geven. Gezien we nog met wielslip zitten in dit spel. Zo, hartstikke mooi. En dan kunnen we dan met een iets hogere snelheid kunnen wij gaan naar station Den Haag. Volgens mij komen we ook nog even langs Amsterdam, dacht ik toch? Even kijken. Ja, we komen langs wel een beetje langs Amsterdam. In ieder geval langs de raffinaderij. Of hoe je ook precies mag uitspreken. Ik heb zo'n hekel aan dat soort woorden. Raffinaderij. Eens even kijken. Waar zijn al die leuke knopjes hiervoor? Radio harder, radio zachter. Ik geloof het wel direct, maar... Ik zou niet weten waarom dat eigenlijk nodig is. Maar ja, dat je niet in die andere stoel kan zitten. De achteruitknop.
cabineverlichting, als je het wil gebruiken. Koplampen. De ruitwissers die je aan en uit kunt zetten. Oh, ho eens even. We hebben hierin een cabineverwisselknop. Oké, wacht even. Had Nicola dan toch gelijk de vorige keer? Want die zei van cabine verwisselen is vrij efficiënt. En misschien dat hij niet wist of onbewust zei ja of nee, dat weet ik niet zeker. Maar je kunt dus in deze trein van cabine verwisselen. Dus ik hoef bij deze trein hoef ik niet zo stom naar zo'n depot heen te rijden. Dat is wat chill. Oké, nou, in ieder geval goed dat ik dat nu weet. Hellingsknop, Doornmansknop, koppelingen uitvoeren, ontkoppelingsweergave openen, het zal wel. Eventueel de airconditioning die ik aan kan zetten. Nou zie ik niet heel veel. Hoe heet dat? Dan zie ik de nut niet ervan in eigenlijk om de airconditioning hier aan of uit te zetten. Laten we wel wezen. Alleen snap ik de physics nog niet helemaal in dit spel. Zoals je ziet gaan wij, houden wij onze snelheid vast. Die houden wij nu vast op 116 km per uur. En zoals je ziet, we gingen net een bult op en we bleven 116 km per uur gaan. Oh, Eva heeft een nieuw puntje verdiend en 21.000 euro. Dat is wel fijn. Eens even kijken. Waar is Eva op de werknemerslijst? Hier. Even kijken. Punten toekennen. Energie. Zo. Hartstikke mooi. Die heeft ook wat extra energie. Kijk, nu gaan we de bult. Ik neem aan dat we nu de soort van de bult afgaan, lijkt mij. Maar je ziet je snelheid niet drastisch verhogen of wat dan ook. Wel een klein beetje, maar wel binnen de beperkte mate. Dus ik snap nog niet helemaal de physics van de game, zeg maar. Want normaal gesproken zou je denken dat als je de heuvel afgaat, plus die wagons die je achter je hebt, die drukken natuurlijk ook een klein beetje naar voren heen. Dan zou je als moeten denken van, joh, dan zou je toch een beetje snelheid moeten gaan maken. Spoor wisselen, ook leuk. Maar dat doe ik toch liever met Q. Maar goed, gelukkig is het spel nog in vrij early access. We moeten nog de developer 3 en de developer 4 krijgen even uit mijn hoofd. Dus dat verandert ook nog het een en ander. Dan krijgen we nou ook weer wat regio's en dergelijke krijgen we erbij. Oh, verdorie. Oh. Deze rijdt wel op het andere spoor. Oké, chill. Ja, dan snap ik niet heel goed waarom we dan eigenlijk nog een bekeuring krijgen. Omdat volgens mij die vrolijke vriend gewoon... Nou ja, laat ik maar zitten. Die richt gewoon letterlijk langs ons heen. Nou ja, het zal wel. Ik snap dat nog steeds niet helemaal met bezet sporen en dat soort dingen in het spel. Eigenlijk is de spoor namelijk helemaal niet bezet. Want we gingen ja er gewoon langs. Zetten we even op 70%, want als we dit ding op 70% zetten, dan blijven we namelijk weer een beetje mooi zo rijden. Dan ben ik eventjes benieuwd, want ik was even op zoek naar wat wij dus kunnen verwachten bij de volgende update. Ik ben nu ondertussen ook even aan het zoeken naar de roadmap van Train Life. Even kijken, Early Access Roadmap. Ik heb hem hier wel, maar dan moet ik even inzoomen. Even kijken, voor... gaan we nou langs? Ja, we gaan niet langs volgens mij. Volgens mij gaan we ergens doorheen, toch? Even kijken, gaan we ergens doorheen? Hij stuurt ons door de raffinaderij heen. Dus we moeten even om permissie vragen. Raffinaderij...
diensten, toegang. Maar zonder te stoppen. Oké, prima. Maar dan moeten we wel even remmen trouwens. Want we kunnen niet met 100 km per uur hier doorheen namelijk. Volgens mij mogen we hier maar met 50 doorheen, dacht ik. Nou, we hebben in ieder geval toestemming gevraagd. Zo, hartstikke fijn. En dan moeten we hier eventjes langs inderdaad. Hoppakee, zo doen we dat. Oké. Ik heb even de Early Access roadmap erbij gezet. In update nummer 3, want we hebben net update nummer 2 namelijk gehad. En in update nummer 2 hebben wij een nieuwe locomotief. Oost-Europa, Poland, Polen en Tsjechië hebben wij volgens mij erbij gekregen even uit mijn hoofd. Kijk, want we hebben namelijk hier... zijn nog steeds niet geweest, maar... even kijken, hier hebben wij waarschijnlijk Polen en dergelijke. Dus ja, daar moeten we nog eventjes een keer naartoe, denk ik. Want we zijn nu vooral alleen maar in hetzelfde gedeelte gebleven. We zijn hier wel geweest, even in Frankrijk. Maar misschien dat we toch een keer even een uitweg moeten maken naar Polen. Want we zijn elke keer weer een beetje bij hetzelfde gebleven. Maar dat is voor een ander keertje wel even om te doen. Even kijken... en diverse update en ladialala's hebben ze gedaan in update 2. Nou hebben we dus voor update nummer 3 hebben wij dus de Alpen. En daarmee bedoelen ze Oostenrijk, Zwitserland en Liechtenstein. Die komen erbij voor early access nummertje 3. Ik moet ook even de boel hier in de gaten houden, want ik heb natuurlijk niet graag dat wij het verkeerde pad zometeen nemen. Tot nu toe gaan we gewoon nog helemaal goed. Nou, dikke prima. Kunnen we sneller gaan rijden. In de richting van Amsterdam. Dus die drie landen krijgen we erbij. Scenario shunting en tolling scenario set. Cabine customisatie krijgen we erbij. Volledige achievement support en een nieuw camera. Oh, is verderop een trein kapot gegaan. Even kijken. Of ik nou links of rechts zet. Maakt in dit geval ook niet uit. Even kijken hoe dit zit. We gaan even onze snelheid even beperken in ieder geval. We moeten deze hebben. We moeten links aanhouden. Dus we kunnen niet naar rechts. Want dan geeft hij namelijk zo'n bordje aan. Dus we moeten links aanhouden. Dan houden we links aan. Volgens mij moet het dan goed gaan. Even kijken, wat krijgen we nog meer? Nieuw service center, user interface en een bug fixing, wat er dus uitgevoerd in ieder geval. Dus ik ben benieuwd, we krijgen in ieder geval een heel stuk van de Alpen erbij, dus ik ben benieuwd wat we daar allemaal kunnen gaan doen. Laten we eerst even die defecte trein voorbij scheuren in ieder geval. Oh, waren daar mijn deuren? Geintje hoor. Ik bedoelde eigenlijk de tyfoon. Maar dat is X, is dat. Zo, dit zet weer op rechts. Gelukkig kun je wissels ook lekker met 120 km per uur kun je nemen. Dat is ook wel heerlijk. Je hebt geen toegang meer tot Amsterdam raffinaderij. Hé, wat jammer nou. Ik wil er net nog weer naartoe gaan. Zo, nou die heeft ook eventjes een 5 wagons met stookolie naar Amsterdam Energiecentrale gebracht. Mooi. Kun je mooi stoken daar. Volgende snelheid is 50 km per uur. Oh ja, we zijn bijna bij... hoe is dat? Bij de... waar we naartoe moeten volgens mij. De voedselverwerkingsfabriek. Even kijken. Nee, terug. Terug. Volgende. Voedselverwerkingsfabriek. Diensten. Leveren. Leveren. E-mail. Volgende. 10 stuks.
Nee, terug. Ik wil 10, zei ik. 4, 10 stuks. Automatisch afleveren. Oké. Prima. Mooi zo. En een mooie automatische levering daar. Je scherpe bocht, maar dat maakt niet uit. Nou, kun je mooi naar binnen rollen. Dus je op links zetten. We kunnen hier eventueel stoppen, maar ik ga toch liever eventjes lekker doorrijden naar die deur. Aan de andere kant, dat hoeft natuurlijk helemaal niet meer, maar ik vind het wel zo netjes. Ik bedenk me even, we kunnen nu gewoon op de normale manier van cabine wisselen. Dat is niet meer nodig om dat op de, ja, debiele manier te doen. Dat we gelukkig hier de wissel van cabine knop hebben, dus daar ben ik wel heel blij mee. Zo, hartstikke mooi. Dan koppelen we hier alles even netjes af. En dan krijg je natuurlijk mooi lekker veel geld voor, hoop ik. 122.000 euro. Kijk, dat vind ik op zich wel prettig. Mooie ervaringspunten. Alleen nog niet een level up. Nou ja, maakt op zich niet uit. We kunnen nu wel van cabine wisselen op deze manier. Dat is prettig. Hoef dat niet meer aan het servicecentrum te doen. Goed, dames en heren. Voor de volgende keer is de bedoeling dat we dus hier nog veer naartoe brengen. Want je ziet dat we hier nog veer naartoe moeten brengen. Dat is het beste om op te halen bij Keulen Boerderij, denk ik. Is wel eventjes een stukje omheen te rijden. Maar dat is misschien dat ik daar buiten de video om ga doen. Om even naar Keulen heen te rijden. En daar haal ik even wat vee op om het vervolgens hier naartoe te brengen. Lijkt me ook leuk om het even natuurlijk een keer een ander land te gaan bezoeken. Want we zijn in Duitsland geweest. We zijn in Frankrijk zijn we ook geweest voor passenger gedeelte. Dus ja, waarom niet hier... Ja, of een keer gewoon in ieder geval in Polen kijken wat we daar allemaal kunnen doen. Voor nu, dames en heren, wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Ik hoop natuurlijk dat jullie deze leuk vonden. Zowel doe dan even een blauw duimpje omhoog als tevens een leuke comment voor de volgende keer. En als je uiteraard meer van mijn episodes wil zien, kun je abonneren op dit kanaal. Dames en heren, nogmaals heel erg bedankt voor het kijken. Tot de volgende episode. Tot ziens. Dag.